achterin ook. Mooi. We gaan beginnen. Ja, ik ben gevraagd om wat over reverse engineering van malware te vertellen. Ja, ik zal eerst alles zo voorstellen. Dan kijken naar wat is malware eigenlijk, even heel kort. Iedereen kent de term wel, maar je merkt ook dat verschillende mensen verschillende dingen verstaan onder wat nou malware is en wat niet. Daarnaast natuurlijk antivirus hoort natuurlijk onlosmakelijk bij malware. Dan gaan we kijken naar wat analyse technieken, statusanalyse, dynamische. En wat trends in malwareland. En liefst heb ik vragen aan het eind eventjes gesteld worden. Dus bewaar je vraag goed, kom ik op het eind op terug. Nou, intussen zo'n 15 jaar in het vak als security professional. Ervaring met een aantal vakgebieden, voornamelijk penetratietesten, maar ook reverse engineering en exploit development. Ook het forensisch onderzoek. De recente focus vooral op embedded systemen in de telecom- en industriesector. Nou, momenteel werkzaam bij Nixu, wat nieuwere partij in Nederland. Oorsprong Fins, bestaat er al geruime tijd, marktleider, sinds begin dit jaar ook in Nederland. Biedt een aantal diensten aan, zoals je kan zien. Ik zou niet vermoeien met allemaal die te gaan bespreken. Mag jullie straks in de slides gewoon nog eventjes rustig nalezen. Ja, ik zie dat sommige dingen iets klein zijn uitgevallen, maar ik kan wel wat dingen voorlezen. Ja, ik zie dingen staan als mobile malware, Trojan, antivirus, botnet, worm, bootkit, rootkit, noem het maar op. Uiteindelijk is het allemaal onder één verzamelnaam samen te vatten. En dat is malware. Eigenlijk malicious software is het, samentrekking van die twee woorden. En ja, het komt in allerlei vormen voor. Eigenlijk is langzaamaan de verzamelterm voor het is malware geworden. Dus dat kan je eigenlijk voor alle vormen gebruiken. Ja, antivirus. Oh, ik zie dat er af en toe. Ja, het zit net op de rand, zie ik mijn slides. Ja, ik hoop dat het goed leesbaar is. Antivirus is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met malware. Maar wat doet het nou eigenlijk? Het werkt eigenlijk op basis van twee technieken. We hebben een grote database waarbij stukjes kwaadaardige code die ze eerder hebben gezien worden geïdentificeerd. Dus op basis met name van file signatures, dus hashes over delen code. Vaak niet de hele code, maar delen. Ze kunnen blokken van code herkennen. Dus het is vooral bekende dingen die ze eerder hebben gezien. Die herkennen ze op die manier. En dat is eigenlijk op dit moment de belangrijkste detectietechniek van antivirus. De tweede staat eronder, is meer gedrags- en patroonanalyse, de zogenaamde heuristics, waarbij we gekeken. Als een malware-systeem draait, wordt hij voor x tijd gemonitord in de antivirus-scanner. En wordt gekeken van, nou, zit daar gedrag in? Wat hoort bij, bij malware? Wordt er misschien een netwerkverbinding opgezet? Wordt er misschien een andere code nog gedownload? Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste technieken. En wat je vaak ziet, is dat die heuristics wat minder uitgebreid is, omdat ze ook niet oneindig, zeg maar, een stuk malware kunnen analyseren. Omdat, ja, dat levert vertraging op. Gebruiken wil niet veel vertraging, anders zitten de virusscanner uit. Dus ze zitten daar met een soort dilemma. Je wil wel analyseren, maar niet te lang. En sommige malware speelt erop in en doet gewoon een tijd niks. En wacht totdat de virusscanner zegt, nou, het zal wel goed zijn en gaat dan pas draaien. Dus zo kom je dus vrij makkelijk om dat soort dingen heen. Ik heb een screenshot bijgezet van VirusTotal. Kennen mensen dat, VirusTotal? Ja, pas wel, hè? Nou, VirusTotal wordt heel vaak gebruikt voor vergelijkingen van antiviruspakketten. Waarom? Omdat nou, je upload één bestand, wordt er heel veel antivirus software wordt dat, getest. En dan wordt daar een bepaalde waarde aan gehangen. Waarom is dat niet zo'n goed idee? Nou, het staat ook op een eigen site, maar ik herhaal het maar, zodat iedereen het weet. Ten eerste zijn het command line gebaseerde scanners, vaak Linux gebaseerde scanners. Dus het is niet de vaak Windows gebaseerde antivirus software die op je PC draait. Vaak wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de file signatures en niet zozeer van de heuristics. Dat wordt in mindere mate gedaan. Er worden wel wat sandboxes tegenwoordig zijn toegevoegd, worden wel wat gedraaid. En vaak zijn ze ook specifiek geconfigureerd voor die omgeving, dus het is ook niet vergelijkbaar met wat je thuis draait. De signatures zijn soms wat anders, de parameters zijn soms anders. Dus gebruik het vooral niet om antivirus software te vergelijken. Het gebeurt gewoon heel vaak en het is gewoon niet een goede manier. Tweede, wat niet iedereen weet, is alles wat je bij VirusTotal uploadt, daar zit ook nog een hele achterkant achter. Die software die je daar uploadt, die wordt ook gedeeld met allerlei antiviruspartijen. Dus als je een malwareontwikkelaar bent, is het ook niet zo handig om hier je detectiegraad te testen. Want ja, op het moment dat je test, heb je misschien nul.
Maar een dag later is het niet nul meer. En een week later wordt het gewoon door de gros van de antivirus-scanners gewoon gedetecteerd. Ook iets wat niet veel mensen weten en vaak heel vaak fout doen. Ik doe zelf natuurlijk veel pentesten. Nou, er zijn altijd wel mensen die nieuwe technieken vinden om antivirus te omzeilen. 9 van de 10 keer uploaden ze het een antivirus. En elke keer denk ik, nou bedankt, je hebt weer een techniek om zeep gevonden. Ja, statische analyse. Statische analyse is eigenlijk het kijken naar de software, naar de malware, zonder het daadwerkelijk te draaien. Je kijkt eigenlijk naar een code die statisch is, die niet runt op een systeem. En dat begint eigenlijk heel simpel met hashing, het nemen van een vingerafdruk. Als je iets uploadt naar VirusTotal, nou, dan wordt daar ook een hash van berekend. En op basis van hashes worden ook bepaalde malware geïdentificeerd. Als je het uploadt, dan submit je de software, maar je hebt bijvoorbeeld ook tools die de mogelijkheid hebben ingebouwd om bijvoorbeeld bij VirusTotal een bepaalde hash te checken. Dus dan kan je alleen maar door middel van de hash al checken van, hey, is die software bekend? Als die dus niet voorkomt, hoef je ook niet vervolgens die sample te uploaden. Kan bijvoorbeeld in bepaalde gevallen kan dat gewoon niet handig zijn. Als je bijvoorbeeld te maken hebt met malware die specifiek jouw bedrijf aanvalt, die specifiek daarvoor ontwikkeld is, kun je dat misschien niet direct op met de hele wereld delen. Dus in dat geval kun je beter door middel van hashing eerst controleren van, nou, hebben andere mensen het al eerder geüpload, is het al eerder gezien? En dan misschien eerst zelf verder onderzoeken. Ja. Hoe kun je dat verder onderzoeken? Ja, het begint eigenlijk heel simpel. Ik zie alleen een screenshot wat te klein is uitgevallen, helaas. Maar in principe ga je kijken naar leesbare tekst in de binary. Dus je extraheert gewoon alle leesbare tekst. Ik had hier een voorbeeld waarbij ik de netcat binary had gepakt. Dat is een bekende hack tool waarbij je netwerkconnecties op kan zetten. Je ziet dus bijvoorbeeld dat je, nou ja, je ziet het niet, maar ik leg het even uit. Dat je in ieder geval dus kan zien wat voor foutmelding je krijgt als je dingen fout doet. Je ziet de uitleg van ook de opties die je mee kan geven. Dus je ziet al vrij veel over de software. Wil niet zeggen dat het altijd te vertrouwen is. Voor mijn collega's hebben wij het er soms wel eens over. En wij zeggen ook van ja, soms is het eigenlijk wel leuk om eens een keer malware te schrijven en daar de hele helpfile van een bekende administratietool of een veelgebruikte tool in te zetten. Want 9 van de 10 keer denken mensen, oh strings, ik zie die tekst, oh dat is die software. Dus dat zijn weer manieren om daar weer omheen te komen. Maar goed, het is een eerste indicatie. We beginnen gewoon heel rustig om te kijken wat je zelf al kan ontdekken. Maar om die analyse lastiger te maken, wordt natuurlijk wel wat gedaan. Malware ontwikkelaars zijn ook niet gek. Die weten ook wel dat mensen tegenwoordig wel strings op een binary kunnen runnen om te kijken wat daar dan aan tekst in zit. Dus wat zij doen, is dat ze dus in plaats van alle strings er zo in te laten staan, dus obfuscatie toepassen. Dat kan op allerlei manieren. Je kan dingen compressen, je kan met dingen gaan husselen door de binary. En je kan het er ook simpelweg uithalen. Want heel veel foutmeldingen zijn in principe natuurlijk eigenlijk niet nodig. Die zijn vooral voor de gebruiker. Maar wat vaak wordt gedaan is dat het dus het zogenaamde packen van een binary, dus waarbij je dus eigenlijk compressie toepast. Dus wat je eigenlijk, ik ga het even aanwijzen, is dat we hier zeg maar de originele binary hebben. Daar heb je een aantal secties in. Ik ga niet helemaal in detail wat die secties precies zijn, maar het idee is hier dat er een aantal headers zijn. Je hebt een code gedeelte, je hebt een data gedeelte waar je strings vandaan maar ook in staan. En wat je eigenlijk doet, is dat je dit hele blok pakt. Die compress je met een compressor, en dat kan zelfgeschreven zijn of een bestaande compressor zoals UPX. En je zet daar vervolgens weer een. Even kijken, je zet daar vervolgens weer een header voor. En uiteindelijk zet je er een stukje code zet je eronder. Dus wat je krijgt is als je het programma gaat uitvoeren, is dat je hier een smalle stub uitvoert, zo heet dat dan. En die compresst de rest van de binary. En dan wordt die in het geheugen geladen en dan is eigenlijk weer alles zoals het oorspronkelijk was. Alleen als jij dus een strings draait op een gecompresste binary, zie je die strings dus niet meer, want die zijn gecompressed. Dus zo omzou je dus dit soort simpele analyses. Er zijn een hoop van dit soort packers in omloop. Er komen met enige regelmaat nieuwe uit. Sommige zijn heel bekend. UPX wordt ook gewoon door reguliere programma's toegepast. Dus door niet malware. Sommige zijn specifiek voor malware veel in gebruik. Er zijn verschillende tools om die packers te detecteren. Ook die tools die veranderen van tijd tot tijd. PID heb ik erbij gezet. Is een vrij oude tool. Wordt niet meer zo goed onderhouden. En op de loop van tijd zie je dat er weer nieuwe komen, zoals Protection ID.
detection, detected easy en zo zijn er elke keer weer nieuwe. Je ziet dus dat malware vergankelijk is, maar ook de tools om te analyseren, die veranderen vrij snel. En vaak zie je ook dat tools een tijdje onderhouden worden en daarna wordt het minder onderhouden. En op een gegeven moment komt er weer een opvolger die het beter denkt te kunnen doen. Wat je kan doen met een custom packer, kijk, die packer die is natuurlijk vooral bedoeld voor als het bestand op disk is opgeslagen. Op het moment dat die in geheugen wordt geladen, dan is hij natuurlijk weer in zijn oude vorm, zeg maar, want anders kan de software niet draaien. Dus wat je doet is je wacht tot het moment is aangebroken, kan je eventueel met een debugger doen en dan kan we later verder op terug. Je zet het ook met een breakpoint en dan dump je het geheugen en dan heb je zeg maar weer de binary in zijn oorspronkelijke vorm. Dat is de snelste manier om een custom packer, zeg maar, te omzeilen. Je kan hem ook helemaal reverse engineeren. En we komen straks op hoe je dat dan zou moeten doen. Maar dat is veel werk en dit is vaak de simpele methode. Als je verder gaat met statusanalyse, dan kan je ook kijken wat voor libraries er zeg maar gebruikt worden. Je hebt Windows Portable Executable formaat, of PEE, dat is het formaat voor executables onder Windows. En hier een aantal secties daarin zitten waar libraries worden geïmporteerd. Alleen dat kan op verschillende manieren gebeuren. Het kan statisch gebeuren. En dan wordt eigenlijk alle library code meegecompileerd in het programma zelf. En dan kan je dus niet meer zo duidelijk onderscheid maken tussen wat je programma is en wat je library is. Je zou kunnen zeggen, ja, maar malware, iemand die malware ontwikkelt, die maakt toch alles zelf. Nou ja, ook malware ontwikkelaars zijn zelf wel wat lui. Ze gaan niet een hele eigen netwerkstack ontwikkelen. Dus die gebruiken ze toch delen van het operating system die al beschikbaar zijn. En dit gaat erom hoe je dat dan linkt. Het kan runtime gebeuren, dus dan wordt het pas geladen tijdens het draaien van de code op het moment dat het nodig is. Maar het kan ook al dynamic gebeuren. Wacht even, ik haal die twee door de war. Runtime is in principe dat het al in de headers gedefinieerd staat en die kan je parsen. En bij dynamic wordt het geladen op het moment dat het nodig is. En je kan dus ook door bijvoorbeeld PE Studio te gebruiken, waar ik screenshots van heb staan, kan je dus ook kijken naar de geïmporteerde en geëxporteerde functies. En met name de geïmporteerde functies vertellen jou iets over de functionaliteit van de software. Je moet natuurlijk wel iets weten van hoe de Windows API werkt, wat voor onderdelen je daar hebt. Maar dat is gewoon redelijk goed gedocumenteerd. Kan je bij Microsoft op de MSDN pagina's opzoeken. En op die manier kun je al wel een idee krijgen van nou, dit is in ieder geval code die iets met netwerken doet. Je ziet gewoon netwerk libraries geïmporteerd worden. Of bijvoorbeeld cryptografische libraries. En dan heb je gewoon al een idee van weer van nou, wat zou deze malware doen. Dus je probeert eigenlijk steeds verder in te zoomen op de malware. En steeds beter te begrijpen wat het doel is van die malware. Dan gaan we nu over naar de dynamische analyse. En ja, wat eigenlijk wat gemeengoed daarbij is vandaag de dag virtualisatie. Je moet eigenlijk vanuit gaan dat malware niet te vertrouwen is, dus je moet dat nooit zomaar op een systeem draaien waar je ook je dagelijkse werkzaamheden op doet, wat je niet goed afgeschermd hebt. Want ja, malware kan ook de complete disk van het systeem wissen, ja, dan ben je misschien een hoop data kwijt, maar je misschien ook weer geen backup van al. Dus virtualisatie is wat dat betreft wel echt de oplossing, met het voorbehoud dat virtualisatie ook niet helemaal heilig is in die zin dat ook malware weet dat het in gevirtualiseerde omgevingen wordt gedraaid. Dus dat is weer een beetje een kat-en-muisspel en dat zie je eigenlijk bij malware, dat alles wat zeg maar gemaakt kan worden, kan ook weer omzeild worden. Dus als iemand een virtualisatieomgeving opzet, dan kan malware weer detecteren, hey, ik draai een virtualisatieomgeving, dus ik draai niet of ik laat heel ander gedrag zien. En dus alles is kat-en-muisspel hierbij. En door zoveel mogelijk verschillende technieken te combineren, kan je er toch achter komen wat die malware dan eigenlijk wil doen. Nou, daar heb je ook een aantal tools voor. Voor de handmatige analyse heb je de SysInternals Suite. Ooit van SysInternals, tegenwoordig al jaren van Microsoft. Is eigenlijk een heel handige tool, wordt ook al gebruikt door systeembeheerders, waarbij je dus bijvoorbeeld processen verder kan analyseren. Dus je kan bijvoorbeeld kijken, nou, wat voor processen heb ik op mijn systeem draaien als ik die malware start, welke processen komen erbij.
Je kan kijken naar de netwerkconnecties met TCP-view, wat voor netwerkpoorten worden er geopend, wat voor connecties met welke systemen. En je kan ook bijvoorbeeld kijken in meer detail met de process monitor. Worden er bepaalde files op het filesysteem gelezen? Worden bepaalde DLL's geladen? Worden bijvoorbeeld bepaalde registry keys toegevoegd, of juist verwijderd of uitgelezen alleen maar? Dus je krijgt steeds meer een beeld van wat die malware probeert te doen. Je zou ook zien dat malware vaak in verschillende stages tegenwoordig wordt ontwikkeld. Dus het is niet meer dat je alles in één keer krijgt, maar het is eigenlijk een pakket van opeenvolgende stages die weer steeds een volgend deel van de malware binnenhalen. Nou, enerzijds maakt dat de malware kleiner, modulairder, dus makkelijk aan te passen. Anderzijds betekent het dus wel dat er een netwerkconnectie moet zijn. En het maakt het ook wat lastiger om die malware te analyseren. Omdat er misschien een request wordt gedaan voor een bepaalde hostname, een bepaalde DNS-entry of zelfs een bepaalde webserver. Nou ja, als je die malware veilig wil analyseren, dan kan je misschien niet zomaar het internet op laten gaan. Zeker als het malware is die gericht is specifiek op jouw bedrijf. Ja, je geeft natuurlijk ook wel signalen af op het moment dat je die malware gaat analyseren. Want er zit aan de andere kant ook iemand die mogelijk naar zijn logfiles kijkt en dus zegt van ja, oké, ik zie nu een ene. Ik heb malware gestuurd naar dit bedrijf en ik zie een ene connectie komen uit een range die bekend staat als een netwerkrange van een antiviruspartij. Nou, dan weet je dus dat je malware ontdekt is en dat er dus een onderzoek wordt gedaan naar die malware. Dus wat je dan kan doen is bijvoorbeeld tools gebruiken zoals FakeNet, die dus dat soort dingen weer kunnen simuleren. Dus die geven gewoon op elke DNS-query die ze krijgen, geven ze het antwoord, ja, dat ben ik. En zet ook een webserver voor je op, zodat je ook kan zien van nou, als ik dan deze malware naar een website ga, wat probeert hij dan te downloaden? En dan zou je bijvoorbeeld weer kunnen kijken van kan ik zelf dat request weer doen op de echte webserver en dan mogelijk van een geanonimiseerde connectie of een heel connectie die niet te herleiden is naar de antiviruspartij of de bedrijf die malware onderzoekt. Dus dan kan je weer een stap verder gaan in je analyse, want omdat je niet meer alles in één keer vaak cadeau krijgt bij malware, maar dat het in stappen gaat. Ja, natuurlijk kan dat ook allemaal automatisch gedaan worden tegenwoordig. Dit is allemaal handmatig werk. Wordt al snel complex, tijdrovend in bepaalde gevallen. En je kan natuurlijk automatische analyse doen in een sandbox. Nou, wat is dat nou eigenlijk? Meestal een gevirtualiseerde omgeving, waar dus die stappen die ik net beschreef automatisch voor je worden uitgevoerd. Is een groeiende commerciële markt. Je hebt daar veel oplossingen voor die zeggen Advanced Persistent Threats, of APT aanvallen zeg maar, te detecteren. Nou, er zit vaak dit soort sandbox-achtige technologie achter, waarbij dus inkomen dus berichten, downloads of attachments die in mail zitten, door op die manier geanalyseerd. En gelukkig zijn er ook wat gratis alternatieven. Ook die markt verandert, want een tijdje geleden was bijvoorbeeld Anubis. En ik ging kijken van, hey, is Anubis er nog? Nou, die zijn gestopt. Maar hier kan je in ieder geval een recent overzicht vinden van automatische sandbox omgevingen die gratis zijn. Dus als je een keertje zelf zou willen kijken van, hoe werkt dat nou? Dan kan je daar mooi een omgeving mee opzetten. Dat heeft natuurlijk ook wel een aantal nadelen. Want ja, het is automatische analyse, dus je hebt er ook minder invloed op. Dus wat je bijvoorbeeld ziet, is dat ja, bepaalde sandboxes worden gedetecteerd, waardoor die malware weer niet wil draaien. Je kan in bepaalde gevallen hebben dat een registry key wordt uitgelezen voordat de malware iets doet. Ja, als die registry key er niet is en de sandbox niet slim genoeg is om dat ook te emuleren, dan draait die malware weer niet. En zo kan je nog een aantal voorbeelden verzinnen waarom dat we niet altijd werken. Dus je moet eigenlijk de geautomatiseerde analyse zien als een eerste stap. Meestal rollen daar mooie rapportjes uit waarbij je ook ziet van nou, welke functies worden er gebruikt binnen de malware. En dat is vaak op basis van die libraries waar ik het eerder over had. In sommige gevallen wordt er ook een network capture automatisch gemaakt, zodat je kan zien wat qua netwerkverkeer over de lijn gaat. Want zij zetten bijvoorbeeld ook weer zo'n fake net. Netwerk voor je op, zodat hij voor de malware denkt dat hij met het echte systeem communiceert. Tegenwoordig kan je er ook URL's in kwijt, dus die dan verder geanalyseerd worden. Dus het is best wel een hoop te automatiseren.
En als je dan toch de gevallen hebt waar je dus of met geautomatiseerde tools niet verder komt, of je wil echt diepgaand onderzoek doen, dan kom je dus op meer de semi-handmatige analyse en dan kom je meer op assembly-niveau uit. Even om een beetje een idee te schetsen, antiviruspartijen krijgen natuurlijk heel veel samples binnen elke dag. Het is echt niet meer bij te houden hoeveel. Ik ga geen aantal noemen dat ik niet precies weet. Maar je moet eigenlijk bedenken dat antivirus software heeft eigenlijk één doel. En dat is zo snel mogelijk identificeren, sneller dan de concurrenten, en zorgen dat ze kunnen detecteren. Dus die hebben eigenlijk vrij beperkt belang bij de analyse van malware. Ze willen vooral weten hoe detecteer ik het, hoe verwijder ik het. En zijn misschien niet altijd zozeer geïnteresseerd van, god, wie zit erachter? Wat doet de malware nou precies? De meest interessante malware, en dat zijn meer de gerichte aanvallen, die krijgen wel een uitgebreidere analyse. En dat is ook wat je vaak in de media leest. Ik bedoel, met name Kaspersky is tegenwoordig heel goed een hele interessante, diepgaande rapporten schrijven erover. Ik lees ook wel met veel plezier. Maar het is niet het gros van het werk, zeg maar. Ik ken ook wel mensen die bij dit soort partijen hebben gewerkt. En die gaan uiteindelijk, gingen die een paar jaar geleden allemaal weg. Omdat die zeggen, het is alleen maar gericht op zo snel mogelijk detectie. En niet zozeer op de inhoud. Nou, wil je nou wel naar de inhoud kijken, dan moet je dus op assembly niveau aan het werk gaan. Dan ga ik weer eventjes hierboven staan. Kijk, normaal hebben we... Erwin, je hebt nog 3 minuten. Oké, dan moet ik eventjes iets sneller gaan. We hebben hierboven een programma, wordt met een compiler omgezet in machinecode. En wat wij weer doen is dat we met disassembler de machinecode weer omzet in assembly instructies. En de mensen die assembly hebben geprogrammeerd in het verleden? Kijk. Goed, dan ga ik daar iets minder uitgebreid in. Maar je zit dus vrij dicht op de machinecode en dat betekent dus ook dat je... specifieke kennis moet hebben van de assembly voor die specifieke CPU-architectuur. Vrij specialistische kennis. Ik wil niet discrimineren onder oudere mensen, meer aanwezig onder de jongere mensen. Ik heb geen assembly meer gehad op mijn informatische opleiding, tot mijn grote spijt. Ik heb mezelf moeten leren. Reverse engineering, er zit wel een soort kunst in die zin dat reverse engineers zijn een beetje lui. Ze proberen eigenlijk zo min mogelijk te doen en toch het programma te doorgronden. Want je kan natuurlijk van A tot Z alle assembly willen snappen. En dan ben je heel lang bezig met het gemiddelde programma. Een goede reverse engineer scrolt een beetje door de code, kijkt een beetje hier en daar en zegt, oh, dit is ongeveer wat dat doet. En naarmate ze dat vaker doen, worden ze daar beter in. En dat is een beetje de balans die je daarin moet vinden. Want anders dan verzand je in zoveel assembly code dat je er nooit meer uitkomt. Statische analyse, geavanceerde statische analyse. Uitvoerend disassembler, de meest gebruikte tool is IDEPRO. Dat is wel een commerciële tool, niet de goedkoopste tool, wel de standaard. Er zijn ook heel veel plugins voor beschikbaar, je kan ook zelf plugins schrijven. Dan moet je dan bijvoorbeeld aan denken, er is een heel handige plugin die alle cryptografische libraries, een groot gedeelte ervan voor je identificeert. Bijvoorbeeld AES-functies, RSA, noem het maar op. Dat is meestal ingewikkelde code, als je dat snel kan detecteren en opzij kan schuiven, hoef je dat niet meer te bekijken. Veel tijd. En optioneel zit er ook een decompiler in. Moet je wel apart aanschaffen, maar dan wordt het zeg maar de low-level assembly wordt omgezet in een soort van pseudocode, wat enigszins op C-code lijkt. Net niet, maar maakt de analyse ook weer wat makkelijker. Dat heb ik niet gehoord, die opmerking. screenshots zijn niet het beste te zien. Ik had hier een screenshot, die sla ik even over, dit is niet zichtbaar. Het was een screenshot van de IDAPRO voor mensen die nog niet hadden gezien eerder. Naast statische analyse wil je misschien ook dynamische analyse toepassen. En dan door middel van met een debugger, zodat je bepaalde punten in de malware breakpoints kan zetten. Dat je dus, in sommige gevallen is het makkelijker om dingen statisch te analyseren, in sommige gevallen is het makkelijker om dynamisch te analyseren. En de combinatie daarvan is vaak de ideale oplossing. Omdat in bepaalde gevallen is, kan je heel lang bezig zijn met het reverse engineeren van statische code om uit te volgen wat het stukje code doet. En soms draait het en dan zie je het zo. Dus je doet vaak een combinatie van beide. Een aantal tools die daarvoor nodig zijn. Meestal zet je breakpoints. En de Windows architectuur is natuurlijk ook weer vrij complex. Dus daar is wel de nodige kennis van veroorzaakt. Je kan malware hebben op user mode in de kernel mode. Dat is natuurlijk ook een heel ander type malware. Ook andere vormen van analyse, waarbij user mode vele malen makkelijker is dan kernel mode.
Hier bijvoorbeeld een overzicht van een debugger, een Minute debugger. Ik heb deze genomen omdat die grafisch is. Je hebt ook WinDBG van Microsoft, wat vooral tekst gebaseerd is. Ja, beide voor- en nadelen. Je ziet hier ook onder nog een klein stukje van bijvoorbeeld de verschillende blokkencode, hoe die met elkaar verbonden zijn en wat voor paden daartussen zitten. Dat kan met IDA Pro overigens ook. En dat stelt weer staat om makkelijker door code heen te kijken zonder echt elke stukje assembly te hoeven lezen. Nou, dan nog even iets over ransomware-land. Ransomware en cryptoware, of crypto-locker malware, waarbij je bestanden worden encrypt. Dit is eigenlijk op dit moment het grootste probleem waar veel bedrijven mee te maken hebben. Waarom? Backups zijn niet altijd goed geregeld. Vanuit malware-auteurs zit er een miljardenindustrie tegenwoordig achter. Dus het wordt heel vaak crypto-malware gebruikt, ingezet. De hele industrie zit daarachter, waarbij dat gewoon wordt aangeboden als een service aan andere partijen die het weer doorverkopen, die je weer infecteren. Er zit een interessant iets in. Bij techneuten vind ik het interessant om implementatiefouten in de cryptografie aan te tonen. Dat is leuk, maar dat betekent dus elke keer dat wij dat publiceren, dat een malware-auteur ook zegt, oh, dankjewel voor de analyse, we verbeteren het nu. En het wordt dus ook steeds moeilijker om dit soort fouten te vinden. En je moet het tegenwoordig echt te kiezen hebben, anders kan je het niet meer decrypten. Dan de andere twee typen die je veel ziet. Dit zijn overigens de wat meer geavanceerdere malware. Iedereen vindt dat heel interessant. Ik ook. Iedereen leest die analyses en denkt, oh, dat is het grote probleem. Maar eigenlijk is het eerste het grote probleem. En we blijven veel meer mee te maken. Maar toch noem ik andere dingen ook. Malware in het geheugen. Dus malware draait niet meer op disk, maar volledig in het geheugen. Het is wel met een reboot dus weg, maar zorgt er wel voor dat met name virusscanners veel minder makkelijk zaken kunnen detecteren. Want de signatures zijn allemaal file-based. Dus je valt alleen maar terug op je heuristics. Er zijn geen files meer. En daarnaast moet je wel eraan denken om een memory dump aan te maken tijdens een incident-responszaak of een operations onderzoek. Wordt nog wel eens vergeten, ja. Systeem uitgezet, gereboot, malware weg. Dus dat maakt het wat lastiger. Volatility is een open source tool om dit soort analyses te doen. Windows, Linux en Mac systemen kunnen ze tegenwoordig aan. Dus die kunnen met memory dumps weer omgaan en kan een heleboel informatie uithalen. En daarnaast zie je ook systeemgebonden malware, waarbij een unieke identifier wordt gebruikt van het systeem. En wat alleen maar om dat systeem aanwezig is en moeilijk te voorspellen of te raden is of te brute force zelfs. Waardoor die malware niet te analyseren is. Die is bijvoorbeeld encrypted en heeft die identifier nodig om te decrypten. Gauss is bijvoorbeeld een voorbeeld van malware die daar gebruik van maakt. En tot op heden heeft men dat niet kunnen kraken en nog steeds niet die malware kunnen analyseren. Dus ook dat is een hele effectieve methode. Moet je alleen wel heel veel van het systeem weten wat je aanvalt. Dus daar gaat een hoop analyse aan vooraf. Nou, een aantal boeken heb ik erbij gezet. Mocht je meer willen weten, ik ben altijd wel fan van boeken. Een hoop mensen lezen meer websites. Nou, dit zijn wel een aantal goede boeken waar je meer eventueel over dit onderwerp kan vinden. Heb ik nog tijd voor vragen? Ja? Eén vraag. Ik zie daar een vinger. Ja. De eerste die ik zag. De vraag herhalen? Ja, dus het malware bytes maakt het verschil tussen antivirus en malware scanner. Dat is je vraag, toch? En of dat terecht is. Ja, dan val je een beetje de terminologie. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet wat zij onder het een verstaan en wat zij onder het ander verstaan. Kijk, wat je wel ziet is dat pure antivirus scanner is natuurlijk de twee functies die ik beschrijf, maar anti-malware pakket zit vaak meer bij. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar websites en de reputatie daarvan. Zijn het bekende malware domeinen? Google heeft daar bijvoorbeeld veel in gedaan. Er zit bijvoorbeeld een firewall bij die uitgaande connecties blokkeert van bepaalde programma's. Dus daar zou wel een onderscheiding kunnen zitten. Waarbij de laatste natuurlijk uitgebreider pakket is. Maar de precieze definitie, ja, het hangt af per partij die het aanbiedt. Oké, ja. Dus zij richten zich meer op analyse van gedrag dan waarschijnlijk. Ik durf niet met zekerheid te zeggen. Ik denk hele goede marketing. Dat zou ook kunnen.
Mag ik een hartelijk applaus voor u hebben? Dank u wel. Dank u wel. Ik ga het heel kort houden. Wil u de badge inleveren als u er weggaat, het evaluatieformulier invullen en dan...